bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Zo, we staan hier met de directeur van de Surinaamse voetbalbond. Dat is de heer Mitchell Kisor. We zullen met hem praten over de voorbereidingen van onze nationale selectie, Nacho, die volgende week donderdag uitkomt tegen Mexico. Heer Kisor, hoe verlopen de voorbereidingen in aanloop naar die wedstrijd? Nou, ik moet zeggen heel vlot. We zijn reeds geruime tijd begonnen met de interne organisatie richting de wedstrijden. Zoals u ziet, vandaag tweede oriëntatie gehad met de veiligheidsdiensten. We praten over de militaire politie, de politie. We praten over DWS en we praten over de brandweerdienst die vandaag aanwezig was. Ik moet zeggen dat wij zoveel als mogelijk alles in place proberen te hebben qua veiligheid, omdat dat enorm zwaar weegt, niet alleen maar bij ons als Surinaamse voetbalbond, maar zeker bij de overkoepelende organisaties CONCACAF en FIFA. Mexico is van een ander formaat, dus u begrijpt dat niets fout mag gaan. Die hele organisatie moet op een ander niveau, dus de benadering kan ook niet anders. Dus vandaar dat er niets aan het toevallen wat we kunnen laten. Ja. En hoe weet je dat er bij het selecteren van spelers, misschien dat een van de spelers niet, is, niet meer is, zal afreizen? Ik moet zeggen dat een deel van de staf van de nationale heren A-selectie gistermiddag is aangekomen. Een ander deel verwachten wij morgen. En ik denk dat maandag 20 de laatste groep moet arriveren. Er is inderdaad sprake van een blessure bij de heer Paal. Die zal vervangen worden door de heer McIntosh. Maar voor de rest hebben wij min of meer een vrij fitte selectie. En ik moet zeggen dat Suriname zeker voor 95% op zijn sterkst zal zijn. Ja. U praat over de staf. Hoe staat het met de spelers? Of praat u over de spelers? Ik praat over de spelers die vrij voltallig zullen zijn. Maar een deel van de staf is gisteren gearriveerd. Overmorgen het andere deel. En rond 20 moeten wij alle spelers hebben. En moet die totale selectie rond zijn en in Marriott verblijven. Ja. Er was een tijdje geleden sprake van het in orde maken van het contract van onze bondscoach. Hoe staat het daarmee? We zijn in de afrondende fase. Het is de bedoeling dat voor de wedstrijd dat wordt gefinaliseerd. Dus deze week nog, de komende dagen, wordt dat nog gefinaliseerd. En wie weet is dat de voorloper die als cadeau wordt gegeven aan de Surinaamse voetbalgemeenschap. Ja. Suriname komt na lange tijd weer uit tegen zo'n reus uit de CONCACAF van Mexico. Hoe schat u de kansen in? Nou, je moet altijd hoop hebben en daarom voetbal je. En als er 99% hoop is, dan is er 1% kans. Dat is die policy. En daar gaan wij van uit. Suriname zal op zijn sterk zijn, zoals ik zeg. Er zijn heel weinig afzeggingen op de laatste twee blessuregevallen. Treden we niet alleen maar met een zeer sterk elftal, maar ook met een kei van een staf. Om meer impuls, kwaliteitsimpuls toe te voegen aan die selectie. En dat is op technisch gebied, maar ook qua dus het spelersmateriaal, het spelersarsenaal. Dus er is hoop en als er hoop is, is er kans. Daar gaan wij van uit en we hopen het Surinaams publiek een mooie voetbalavond voor te schoten. Ja. Je sprak daar net over de veiligheid van de spelers, niet alleen onze lokale spelers, maar ook de spelers van Mexico. We staan hier bij een van de deuren bij de SVB en we hadden een tijdje geleden sprake van COVID-19. Hoe staat het met dat soort gezondheidsaspecten? Nou, het voert momenteel niet meer de boventoon zoals een jaar of twee geleden. Dat is ook binnen de CONCACAF en binnen de Surinaamse voetbalbond het geval. We zijn min of meer overgegaan tot normalisatie van ons maatschappelijk leven en ook ons voetballeven. Dus COVID-19 zal onvoldoende tot weinig van impact zijn op die organisatie en
zaken waar wij aspecten waar wij rekening moeten houden. Maar de veiligheidsdiensten en hoe de gezondheidsveiligheidsautoriteiten, die zijn ook in stelling gebracht en zullen ook hier zijn voor die dag. Dus mits er iets verkeerd zou moeten gaan wat wij niet hoeven, dan is dat op te vangen. Ja. En terug te komen op Mexico, is een voetbal is binnen niet alleen de CONCACAF, maar ook de wereld. We lopen een aantal topspelers daar rond. Is het al bekend waar de spelers zullen verblijven? Ja, Mexico zal in de Royal Toradica verblijven. Onze Surinaamse selectie in het Marriott Hotel. Maar dat is iets natuurlijk die Mexico zelfs voor haar verantwoordelijkheid heeft. De Surinaamse voetbalbond draagt geen verantwoordelijkheid voor het verblijf van het komend land. Dat is Mexico. Daarvoor dragen we dus zelf verantwoordelijkheid. Wij dragen verantwoordelijkheden over onze eigen nationale selectie en over de 6 man tellende match official staff van de CONCACAF die belast zal zijn met de leiding van die wedstrijd. We praten over de venue coördinator, de match coördinator en de 4 officials die maandag op dinsdag arriveren in Suriname. En daarvoor heeft de Surinaamse voetbalbond ook alle voorzieningen getroffen. Om ook hun dus goed op te vangen hier richting donderdag toe. Ja, directeur, u sprak daarnet over het verblijf van de spelers. Er is vanuit de samenleving ook gereageerd op de spelers die zijn geselecteerd. Hoe heeft dat plaatsgevonden? Nou, dat is een technische aangelegenheid waar ik als operationele directeur geen zins mee toelaat. Het is pure prerogatief van de bondscoach en zijn staf. Dus daar laat ik het ook bij. Hij heeft die beleidsvrijheid en bewegingsvrijheid om die selectie naar eigen inzichten, keus, maar ook beschikbaarheid van spelers samen te stellen, toch? En ik denk dat dat niet anders is geweest in dit geval. Hij is de man, dus we moeten respect hebben voor de keuzes die zijn gemaakt, maar meer nog vertrouwen in de keuzes die zijn gemaakt door de bondscoach. Ja. En hoe staat het met het contact tussen de SVB en onze jongens in het buitenland spelen, zoals Brian Ershel, die is uitgekomen, en ook Ivenzo Gonzalez? Hoe staat het contact? Of hoe is het contact? Nou, persoonlijk contact misschien niet. We hebben wel een faciliterende rol gehad als Surinaamse voetbalbond vanuit die operationele tak waar ik leiding aan geef bij het vertrek van Brian Elshot richting Jamaica. Daar hebben wij conform onze taakstelling wat faciliterende zaken voor hem in orde gemaakt. Persoonlijk contact, frequent contact tussen de bond en betreffende speler is er niet. Maar ik denk dat Brian Elshot en vele andere spelers door de technische staf van Suriname wordt gevolgd en gevolgd zal blijven worden. Je moet gewoon hard werken en zijn beste been voort blijven zetten om wederom deel uit te maken van die selectie. Ja. En heeft u toevallig informatie omtrent Ivenzo Gonzalez? Nee, ik heb geen informatie over Ivenzo Gonzalez, ook niet over zijn huidige situatie. Met betrekking tot het feit dat hij niet in de eindselectie of de voorselectie in de eindselectie behoorde. Maar ik denk dat het goed is dat deze jongen dus niet bij de koppen gaan blijven neerzitten, maar dat zij verder hard werken en zichzelf in de kijker blijven spelen. Zodat de bondscoach of de technische staf van Suriname niet om je heen kan. En dat kan je alleen maar door goede prestaties neer te zetten. Daar kan niemand om je heen, welke bondscoach of welke staf dat ook is. Je moet je voeten laten spreken en dan komt die eindselectie vanzelf. Ja. Een van de positieve reacties, directeur, is dat de selectie wel ietsje jonger is dan de vorige selectie. Er is verjonging toegepast. Oh ja, maar dat is meer een noodzaak. Het is meer een noodzaak en niet alleen maar bij die selectie moet dat, in elke organisatie moet je streven naar verjonging en verfrissing, toch? En in dit geval zien we dat door heeft gesijpeld naar deze eindselectie. Dus we kunnen het alleen maar toejuichen.
Maar verjonging en verfrissing moet tegelijkertijd ook meegaan met kwaliteit. Want het valt en staat altijd met kwaliteit. Dus wij kiezen liever voor een combinatie van verjonging en verfrissing, maar tegelijkertijd met een behoorlijke dosis aan kwaliteitsimpulsen die je kan bijdragen aan het verhogen van het spelniveau van onze natje. Ja. Om even terug te komen op de wedstrijd zelf, hoe laat vindt dat plaats? De wedstrijd vangt aan om 9 uur lokale tijd, Surinaamse tijd, vrij laat voor onze begrippen, voor onze lokale maatschappelijke begrippen. Maar we hebben te doen gehad met wat andere aspecten die zwaar wegen binnen de CONCACAF en onderschat u het commercieel belang niet bij dit soort organisaties die veelal zeer commercieel driven zijn. Het is hier laat, maar voor daar is het prime time, waar de tv-rechten voor duizenden dollars verkocht moeten worden, is het prime time. En dat soort overwegingen maken toch wel dat voor zeker deze wedstrijd gekozen is voor 9 uur. Het was een gezamenlijk besluit, maar meer met een voorkeur voor de CONCACAF gelet op de tv-rechten die verkocht zijn geworden in de verschillende landen van de regio's en aan de verschillende tv-maatschappijen. Dat 9 uur Surinaamse tijd het best zou zijn voor het kijkersdichtheid die men zou kunnen halen bij die wedstrijd. Het heeft allemaal te maken met een commercieel belang dat doorslaggevend is geweest voor die tijd. Ja. Even te komen op uw werk als directeur, je zit al een paar jaren aan, als ik het goed heb. Ja. Ja, om even te komen op uw werk als directeur, hoe verloopt dat? Goed. Er zijn natuurlijk wat uitdagingen. We zijn lange tijd bezig geweest met het versterken van die interne organisatie. Dat geniet nog prioriteit, omdat wij een cultuuromslag moeten maken. Ik ben daar nog steeds van mening dat de Surinaamse Voetbalbond meer een arbeidsorganisatie moet gaan worden dan een bestuursorganisatie. Het heeft nog kenmerken en trekken van een bestuursorganisatie. En we maken zo zoetjes aan die omslag. Maar je weet, cultuur is een heel vervelend ding. En het neemt toch wel wat tijd om die omslag te maken. Maar zo zoetjes aan komen wij toch dichter bij het moment organisatie daadwerkelijk te transformeren. Dus die interne reorganisatie is nog lang niet voorbij, maar er zijn wel goede stappen gezet, zeker met betrekking tot de organisatie, die interne organisatie, de administratie van de bond te professionaliseren en te centraliseren. En daarin zijn we goed geslaagd na 1,5 jaar, maar nog lang niet waar we willen zijn. Daarvoor hebben we gewoon wat meer tijd nodig. En vooral meer human capital, maar kader, die ook kwaliteitsimpulsen daar moeten brengen. Dat ontberen we. Ja. Ter afronding, directeur, we hebben, die haalde dan net de arbiters aan die zullen arriveren. Uit welk land komen ze? Nou, het zijn verschillende match officials. Ik denk dat een deel komt uit Cayman-eiland, een deel uit, denk ik, Costa Rica. Houdt u me ten goede, de andere namen van de landen heb ik op dit moment niet, maar ze arriveren maandag op dinsdag en ook die voorziening is reeds getroffen. Dus de 6 man tellende delegatie van de match officials aangewezen door CONCACAF, die zijn dus dinsdagochtend vroeg in Suriname. Ja. En de SVB had een tijdje geleden, dacht ik, uitdagingen ten aanzien van de verlichting. Hoe staat het daarmee? Oh, die is opgelost. We gaan die wedstrijd afwerken op de maximale en ook internationaal vereiste aantal lux van 12.000 lux. Gelet op het kaliber van die wedstrijd en de grootheden die hier zullen zijn met betrekking tot televisieproducing. We praten over Fox, we praten over ESPN, we praten over een heleboel grootheden op dat gebied, dan kan je niets aan een toeval overladen, dus ook de veldverlichting niet. Die zal op max 12.000 lux afgewerkt worden.
En zijn er afspraken gemaakt met de energiebedrijf van Suriname, de EBS? We gaan met generators werken. Er wordt niets aan een toeval overgelaten zoals eerder gesteld door ondergetekenden. Dus ook met betrekking tot het elektriciteitsvraagstuk gaan wij niets aan een toeval overlaten. En wij gaan fully, maar ook safely spelen. En drie generatoren, die zijn stembaar. Ja. En zijn er nog kaarten beschikbaar voor het publiek? Er zijn nog kaarten in omloop, die zijn te verkrijgen bij de fanshop van de Surinaamse Voetbalbond aan de Chatris de Raan, nummer 7. Ik moet zeggen dat de VIP-kaarten reeds uitverkocht zijn. Die gaan het hardst altijd. De duurste kaarten, de VIP-kaarten, die worden als eerst verkocht. Die zijn dus uitverkocht. Er zijn nog kaarten van 500 SRD. Dat is de oude zijde, de zijde van de Anthony Nesky Sporthal. En er zijn nog wat kaarten van 750, dat is nieuwe zijde, maar rode kuipstoelen. Daarvan zijn er nog enkele beschikbaar. Maar ik meen te weten naar schatting dat wij rond zaterdag, zondag uitverkocht moeten zijn. Ja. De heer Nagyszerszyn gaf zojuist aan dat er enkele zenders zijn die de wedstrijd zullen uitzenden lokaal. Kunt u ze opnoemen? Nou, we zijn nog in onderhandeling met een aantal televisiestations. Misschien een beetje ongepast om nu al de namen van de televisiestations te noemen. Maar we zijn momenteel met drie in onderhandeling over het signaal dat zij moeten krijgen. Of de signalen die zij moeten krijgen van de producers om die wedstrijd toch live uit te zenden. Voor zij die hier in Suriname niet naar het stadion kunnen. Maar wij denken dat wij eruit komen. We zijn in onderhandeling met SCCN, ATV en STVS. Dus één van de drie, of alle drie, zullen het uitzenden, of twee van de drie. Maar het Surinaamse publiek zal wel de mogelijkheid krijgen om die wedstrijd in de huiskamer voorgeschoten te krijgen. Die garantie geeft u wel? Ja, die garantie wordt gegeven. Ik denk dat er met één zelf wij dichtbij een akkoord zijn. Heeft u tot slot misschien iets toe te voegen voor het publiek, de mensen die zullen komen naar het stadion? Want u sprak over veiligheid en dat soort zaken. U weet dat het internationaal niet gepast is, dat mensen het veld oprennen en dat soort zaken. Heeft u misschien een boodschap voor het publiek? Ja, dat ze komen om Suriname aan te vuren. We gaan die power, die kracht van ze nodig hebben, dat die jongens een zo goed mogelijke beurt kunnen maken tegen het voetbalreus van de regio Mexico. Maar ik wil tegelijkertijd ook vragen om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Er zullen genoeg veiligheidsdiensten aanwezig zijn, behalve de lokale security van de Surinaamse Voetbalbond. Dan heb ik gesproken over nog 4 eenheden die hier voor de veiligheid moeten zorgen. Dus we laten niets aan het toeval over. Ook de buitenring wordt beveiligd, niet alleen maar de binnenring. Dus het is van belang dat zij de veiligheidsinstructies van de functionarissen en de veiligheidsvoorschriften, dat ze dit stip opvolgen om een zo vlekkeloos mogelijke voetbalavond af te werken. De mensen zullen dus gefouilleerd worden, als ik het zo bekijk? Onder andere is dat deel van het veiligheidsplan. Nee, dan hebben we dat gehoord van u, directeur Kiesoor. Heeft u misschien een aanvulling voor ons? Nee, ik bedank voor de gelegenheid geboden en dat wij toch wel wat nadere informatie over de interne organisatie kunnen brengen naar het Surinaams publiek, zeker het Surinaams voetballend publiek, zodat ze op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. We hebben dinsdag aanstaande onze finale meeting met de verschillende actoren en dan hebben we woensdag in de vooravond de generale. Met ook alle actoren en de matchcommissioner en de venuecoördinator, zodat het donderdag niet mis kan gaan. En donderdag 3 uur voor aanvang van de wedstrijd moet alles en iedereen in stelling zijn. Ja. Komt er nog een persconferentie? Er is een gebruikelijke persconferentie die conform de regulations 1 dag voor de wedstrijddag moet plaatsvinden. Dus de persconferentie moet dus uiterlijk woensdag gehouden worden. Niet uiterlijk, maar op woensdag houden. Okay. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, Holland. Ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na kulturu teifei. Tam sabaka gang,
de Canada Peuang. Ja. Tijd voor het nieuws. Goluk op je nieuws. Cultuur on Yusu. Pas de vastraat is refbuntu. Unde van nieuw. Sadef arkina nieuw. Cultuur on Yusu. Pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo een hele klan. Mako dek je hele kwan. Weshi, alas my sari. Alas my bari. Ma efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masra lang. Beno wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriyoul ya fans of shini. Esha idoule in the stance of enemies. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we la fu anta ike stack I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be ho horde gi apina follow. Be deskapu di eshi ya no wolo. Be take ride ne juki anga dolo. So, so smart and sa biggie biggie, no. We go axa for luck if the low bubble late. We go arca problema for the smile in the wake. And we live be sweetie. So long as I pay you the way swing committee. Yeah. Drug tap a leg make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunna gemeenschap. We do a roko, maar de na a gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes review overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua door om iets gehad want je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te waklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape ine in parki. We de tapas trati, ka kwanga i kragi. U de bora i dwen. Aksa falok fai kwanga de stijging. Efu vergelijk ding, u ababo wees dwen. Da uka for wees ding. Na beleid ding. A probleem van volk na de stijging. Dat bekweta minta volk voor de ta eis ding. Want u poweri koma voor de kotjes geen ding. En u goen af de ving. Tijd voor iets nieuws. Stolu koopje nieuws. Kultuur on Yunsu. Pas de vastraat is respuntu. Udeba nieuws. Sadef Arkina Nieuw. Kulturu Nyunsu. Pastefa Strati.